Vliegen hier ook allemaal wespen. Maar er zit waarschijnlijk een wespennest in. Want ik krijg daar vandaag een leslift bij een heel erg leuk bedrijf. Ik vind het gewoon heel erg naar, weet je. Maar ik heb nu het gevoel alsof ik echt 100 van die beesten op mijn lichaam heb zitten. Maar ik snap dat je nu kan schrikken en dat je kan denken van what the hell is happened. Je kent gewoon die drang, weet je wel. Dat nu overal sales en dat je dan toch nog graag even overal wat wilt scoren. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. In de weekvlog van gisteren hebben wij Rosa haar geverfd. En het is dus helemaal verkleurd, een soort van balayage ding gebruikt. En we waren heel bang dat het rood-oranje zou worden. En nu is het wel een beetje een soort van koperachtig uitgeslagen. Ik vind het wel heel vet. Wat vind je er zelf van, Roos? Ja, ik weet niet. Maar ja, ik vind het ook wel weer leuk. Maar ik weet niet. Zo goed. Nou, ze weet niet goed wat ze ervan vindt. Maar goed, wij gaan nu naar Zwolle toe. Want ik krijg daar vandaag een leslift bij een heel leuk bedrijf. En wat een leslift is, gaat zeg maar je eigen wimpers gaan ze natuurlijk omhoog krullen en verven en zo. Wat het nou precies inhoudt, weet ik ook niet. Kan ook zijn dat ik het nu helemaal verkeerd zeg. Maar ik ga het in ieder geval vast doen voor de vakantie. Dus wij gaan nu met de trein naar Zwolle toe. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ik heb inmiddels de leslifting gehad, maar ik ga jullie straks even meer vertellen. Ik heb dit gedaan bij Oh My Lash in Zwolle. En ze heten ook wel Wimper Extension Zwolle. Ik zal alle info in de beschrijving zetten, maar daar ga ik straks even over verder. Wij zijn nu in de stad en we zijn even in de Primark, want Roos ging een badpak passen. Welke? Deze. En is het hem geworden? Ja. Heel cute voor vakantie en zo. Lekker leuk, ook lekker goedkoop hier, dus dat is altijd nice. Wij gaan nog even verder de stad in, want we willen nog wat rokjes scoren voor vakantie. Want ik heb niet heel veel rokjes, jij ook niet, hè? Nee, ook niet. Ik vind het een heel gek plukje. Nou goed, wij gaan nog even de stad in, even leuke dingen shoppen en dan weer lekker naar huis. Ik ben inmiddels weer terug uit Zwolle en ik wou nog even mijn wimpers laten zien hoe het geworden is. En het lijkt dus eigenlijk, een lashlifting is gewoon je eigen wimpers, dus er worden geen extensions op geplaatst of iets. Het wordt geverfd en er wordt een soort van krul ingemaakt, dus dan hoef je niet meer met een wimperkrul erbij. Dus heel erg chill, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb het dus bij Oh My Lash laten doen. En wil jij hier nou ook je wimpers laten krullen, net zoals ik, dus een lashlifting? Of wil jij henna wenkbrauwen, dus dat ze je wenkbrauwen helemaal mooi gaan maken, zodat je op vakantie niks aan je wenkbrauwen hoeft te doen? Of jij voelt mooie wimperextensions, dan raad ik ze heel erg aan. Ik zal even de website en hun Instagram in de beschrijving plaatsen. Ook hebben zij een before en after foto gemaakt van mij. Alleen die hadden ze nog niet gepost. Dus als ze die gepost hebben, zal ik hem nog even in de vlog doen. Want dan kunnen jullie ook before en after zien. Nu is het uiteindelijk zo geworden. En ik ben er ontzettend blij mee, want dit is heel erg chill. Ik mag alleen 24 uur niet douchen en het mag ook niet nat worden. Omdat dan de krul er kan uitgaan of het heel lelijk kan worden. En daarna kan ik dus gewoon mascara eroverheen dragen. Ik kan er van alles mee doen. En het is een hele mooie natural krul. Ik ben er ontzettend blij mee. Wij gaan nu even de stad in. Even lekker wat eten en nog wat dingetjes halen. Dus let's go. En hopen dat het niet gaat regenen. Want ik voelde net al een paar druppels. Ik ben nu in de stad. En ik ga even naar de Douglas toe. Want ik ga even mijn wenkbrauw laten verven en waksen. Nu heb ik er nu al spul op zitten. Dus dit is niet mijn eigen kleur en zo. En ook niet hoe het er normaal uitziet. Maar dit is even de before. En zo laat ik jullie de after zien. Zo jongens, dit is de after van mijn wenkbrauwen. En ik ben inmiddels dus ook weer thuis. Maar ik snap dat je nu kan schrikken en dat je kan denken van what the hell is happened. Nou, ze hebben dus mijn wenkbrauw geverfd en gewakst. En zoals je ziet zijn heel strak gewakst. Want er zit nu verder niks getekend of zo. Alles wat je nu op mijn wenkbrauwen ziet is gewoon de verf. Maar we hebben het expres wat donkerder gedaan. Dat doen we altijd. Want na twee keer douchen of zo, dan is het eigenlijk zo goed als helemaal verlichterd. En dan heb je de goede kleur. Dus als je dat nu al de goede kleur zou doen, ja, dan is het gewoon te veel, weet je wel. Dan, straks als je gaat douchen, dan is het helemaal weg eigenlijk. Dan zie je er bijna niks meer van. En ik heb sowieso best wel donkere wenkbrauwen voor mezelf, dus heb het even wat donkerder gedaan. Zodat ik dan over een dagje of twee echt de goede kleur te pakken heb. Helemaal top, helemaal weer blij mee. En ik ben ook nog steeds super blij met mijn leslift van vandaag. Ik vind het echt heel mooi geworden. Het is gewoon lekker natuurlijk. En dit zijn dus gewoon mijn eigen wimpers, dus ik hoef er niks op te doen in de vakantie. En natuurlijk, ik kan er nog steeds mascara over dragen. Maar ja, dat vind ik niet nodig in de vakantie. Want in de vakantie draag ik nooit make-up. Hooguit een beetje bronzer of zo. Als we s'avonds uit eten gaan. Of even wat anders gaan doen. Maar voor de rest helemaal niks. Ik zou trouwens nog even de salon waar ik het vandaag heb laten doen in de beschrijving zetten. Dus mocht je dan in de omgeving van Zwolle wonen en wil je graag henna wenkbrauwen. Ik heb dit daar niet laten doen. Maar dit is ook geen henna. Alleen henna is super chill. Dat blijft heel lang zitten.
Maar mocht je dat willen laten doen, wil je wimper extensions laten zetten, wil je een lashlift, check even de links in de beschrijving naar een website en maak even een afspraak. Voor nu gaan Roos en ik zo meteen even lekker een filmpje kijken. Alleen het vervelende is wel, ik wil dus morgenochtend wat video's gaan opnemen. Maar ik mag 24 uur lang niet mijn wimpers nat maken. Of in ieder geval, het mag niet vochtig worden. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ik kan ook morgenochtend niet douchen. Maar goed, weet je, dan doen we dat maar voor een keertje. Dan ga ik morgenavond wel douchen. En dan ga ik gewoon morgen de video's opnemen. Want ik moet best veel opnemen. Dat is volgende week op vakantie gaan. Ik al wel heel veel vooruit wil werken. Ik gewoon alle standaard video's die elke week online komen klaar wil hebben. En ja, deze die gaan gewoon lekker per week of nou, per halve week. Dus zodoende. Wij gaan nu een filmpje kijken en daarna gaan we lekker slapen. Het is inmiddels al 10 uur of zo. Best wel laat, want we zijn natuurlijk ook nog lekker uit eten geweest. En daarna gaan we lekker slapen. Dus bij deze sluit ik vast de vlog voor vandaag af. Slaap lekker allemaal en tot morgen. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag en het is inmiddels al bijna avond. Ik heb namelijk vandaag een opnamedag gehad. Ik heb echt heel veel video's opgenomen. En echt heel veel verschillende leuke dingetjes. En daar ben ik eigenlijk de hele dag heel druk mee geweest. Nu ben ik bijna klaar. Alleen moet ik zo meteen nog even een leuke foto maken voor een vette winactie in samenwerking met Go Smooth. Go Smooth is iets wat ik een tijd geleden heb opgestuurd gekregen. En ik ben er nog steeds zo blij mee. En ik vind het echt heel erg vet. En het is ook echt een aanrader voor heel veel kijkers van mij. Go Smooth is dus een Intense Pulse Light Kit. En dat lees ik even van de doos af. Maar wat het dus inhoudt is echt mega handig. Ik heb het al een paar keer gebruikt. En het is echt een aanrader. Ik heb even de gebruiksaanwijzing erbij gepakt. Omdat ik het wel goed aan jullie wil vertellen. Maar het idee is dus, nou, ik doe even als voorbeeld mijn arm. Ik wil graag de haartjes op mijn arm weg hebben. Dan scheer ik de haartjes op mijn arm weg. En dan vervolgens moet ik 24 uur wachten en mag ik maximaal 3 dagen wachten. Dus ik moet tussen die 24 uur daarna en die 3 dagen daarna ergens dat met het laserapparaat gaan doen. En dan pak ik dus dit laserapparaat, doe ik de bril op ter bescherming tegen mijn ogen, doe ik hem aan de lader. En dan ga ik dit dus zo op mijn arm doen en dan klik ik telkens op deze knop. En dan is het zo, 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 zo. En zo ga je dan dus steeds verder langer door. En nadat je dit gedaan hebt, heb je dan ook nog een verzorgende aloe vera gel. Die is super lekker zacht en lekker koel. En dat hydrateert het dan allemaal een beetje. En uiteindelijk, het idee van dit is dus dat de haarzakjes in je huid vernietigd worden. En op een gegeven moment groeien daar dus steeds minder haartjes terug. En uiteindelijk groeit er helemaal geen haar meer terug. Dus dat is echt super chill voor op je benen en zo. En dat scheelt je in de zomer zoveel tijd. En eigenlijk is het idee van Go Smooth dus hetzelfde als dat iemand die naar een laserkliniek gaat. En daar de haartjes laat weglaseren. Alleen het grootste verschil is dat bij een laserkliniek het heel vaak zo is dat na een tijd de haartjes toch weer terugkomen. En hierbij kan je het gewoon elke keer zelf bijhouden. En kan je het net zo lang doen als je wil. En een laserkliniek kost je al gauw 1500 euro. En dit apparaat kost je ongeveer 200 euro. Nu zou ik boos niet zijn als ik niet iets super tofs voor jullie geregeld heb. Ik heb namelijk geregeld dat ik zo'n Go Smooth apparaat mag weggeven. Wil je nou zo'n tof apparaat winnen voor de zomer? Dan raad ik je zeker even aan om mijn Instagram te checken. Want als deze vlog online komt, staat de giveaway online op mijn Instagram. Maar kan je uiteraard nog steeds meedoen. Nou, dit was alles over Go Smooth. Check even het linkje in de beschrijving naar de post. En ja, ik wil jullie gewoon heel graag helpen om ook zo'n vet ding te winnen. Want het is echt oprecht een aanrader. Het is zo chill. Ik was bezig met dingen opnemen op mijn kamer. Ik zit even te kijken wat hier allemaal vliegt. En mijn vader en Roos waren het hok bij ons aan het opruimen waar duiven zitten. En daar bovenop stond een kastje, een houten kistje. En je hebt ook een dakraam. Die staat altijd een klein beetje open voor de ventilatie. Maar dat kistje hebben wij zo lang niet opengemaakt of gebruikt. Dat stond daar gewoon. En kijk, we hebben het buiten neergezet en er vliegen hier ook allemaal wespen. Maar er zit waarschijnlijk een wespennest in. Want er zitten 4 gaten in die zij er zelf in hebben gemaakt. Dat hebben wij niet gedaan. En ik zal het even laten zien. Je hebt hier het kistje en ik ga niet dichterbij komen. Maar kijk, je ziet die 4 gaten. Nee, 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 papa, doe niet. Niet doen. En er zitten echt allemaal wespen in. Oh my god, nee. Nee, echt niet doen. Oh my god, er zitten echt allemaal wespen in. Eén groot nest. Niet. Dat is heel gaarlijk, hè? Ik ben even naar de andere kant gelopen, want ik rende naar binnen. Maar oh my god, er zitten echt allemaal wespen. Dit is één groot wespennest. Oké, dat is echt een oprecht probleem. Want mijn vader was het gewoon aan het leeghalen met Roos dat hok. Ze gingen alles eruit halen. En toen ze... Oh, er vliegen allemaal dingen. Ik ben zo bang dat het een wesp is. Oké, het is een vlieg. Maar mijn vader en zo, die hebben dus gewoon dat kistje naar buiten gehaald. En toen pas kwamen ze erachter dat er wespen in zaten. En we zijn denk ik 5 minuten buiten geweest. En we komen terug in dat hok. En... Dat kistje staat dus nog buiten en er vliegen er denk ik wel 50 wespen.
boven dat dakraam. Omdat ze dus elke keer naar binnen en naar buiten gaan via dat gleufje in dat dakraam. Maar ze zijn dus nu dat huisje kwijt. Dus ze vliegen echt helemaal rond. Alleen nu is dus de vraag, wat ga je doen? Want ga je zo'n kistje weer terugzetten? Of wat ga je doen? Ik ben weer op mijn kamer en ik heb echt een beetje van die kriebels of zo. Ik vind dat altijd super. Ik ben echt iemand die heel erg bang is voor insecten. En ik vind het gewoon heel erg naar, weet je. Maar ik heb nu het gevoel alsof ik echt 100 van die beesten op mijn lichaam heb zitten. Dus dat vind ik echt 3 keer niks. Maar goed, wat we gedaan hebben is, mijn vader heeft aan het kistje met een touw vastgemaakt. Is boven op het dak gaan staan. Via ons balkon kan je erop komen. Die heeft dat touw omhoog getrokken. En het kistje dus op het dak neergezet. Bij het dakraam. In de hoop dat dus nu alle wespen die nog in dat hok zitten. En dat hok zit echt naast mijn kamer. Daaruit gaan via het dakraam. En dus weer in het hokje van hun gaan, zeg maar. Dus in een nestje wat ze gebouwd hadden. Want die waren ze dus net kwijt. En daarom zaten er zoveel in dat hok ineens. En echt, dit heeft dus bij pas super lang gezeten. Want het was echt gewoon een basic kistje. Met 2 schotjes ertussen. En daar hebben ze helemaal zo'n honingrat in gebouwd. Dus volgens mij heet dat zo. Dus het is echt insane. Maar goed, we hebben dus nu daar neergezet. Want je kan het ook niet meer binnen laten staan. En ja, daarboven op het dak. Ik bedoel, ze moeten eerst uit ons huis. Want ze zitten best wel veel in dat hok nu. Tenminste, je kan daar niet naar binnen. Dus mijn vader heeft het wel redelijk goed opgelost nu, denk ik. Alleen is mijn vader wel een paar keer gestoken op zijn been. Op zijn hand, in zijn nek. Hij had er eentje in zijn haar zitten. Dus dat is niet zo nice. Maar goed, het is nu wel een soort van uit ons huis. Ik ga nog even verder met opnemen. Want door de toetsen was ik even gestopt. En dan daarna gaan we even lekker eten. Want we gaan nu ook wel laat eten, denk ik. Omdat het was even, het kwam echt heel random. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag zondag en ik ben met Roos in Amsterdam. En met mijn ouders, maar die zitten op het terrasje. Nu ben ik net de Costco in geweest en heb ik echt een heel leuk rokje gescoord. In de sales, dat was super chill. Het is al wel wat later op de middag. Ik was de hele tijd vergeten om te filmen. Maar we gaan even de Only in, want Roos wil hier nog kijken. Omdat we dus eind deze week op vakantie gaan. En we hebben wel zomerkleren, maar je kent gewoon die drang, weet je wel. Dat nu overal sales, en dat je dan toch nog graag even overal wat wilt scoren. Dus ik ga snel mee naar binnen met Roos. En dan ga ik even kijken of Roos ook nog wat leuks kan halen. Ik ben inmiddels weer thuis van Amsterdam. En de reden dat ik eigenlijk niet meer gefilmd heb, is omdat ik, ja, ik weet eigenlijk niet. Altijd als ik in Amsterdam ben, of ik ben ergens, dan vergeet ik heel snel om te filmen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik niet zoveel gefilmd heb. En er is ook niet heel veel boeiends gebeurd, dus vandaar. Ook wil ik nog even een update geven over het wespennest van gisteren. Want het probleem is dus nu dat er echt rondom ons hele huis wespen zitten. Mijn kamer zit hier. En hiernaast zit dus dat hoek waar ze zaten. En hier voor de rest ons garage. En er zitten oprecht echt de hele tijd wespen daar. Het is zo eng. Ik kijk elke keer gewoon tegenop om vanaf de woonkamer naar mijn kamer te gaan. Want dan moet ik dus door de garage. En dan kan het dus zijn dat ik een wesp tegenkom. Niet zo chill dus. Maar ja, hopelijk is het binnen een paar dagen allemaal weg. Ik hoop het in ieder geval. Ik ben dus inmiddels thuis. Ik zal nog even een rokje laten zien die ik vandaag geshopt heb. Ik heb dit leuke spijkerrokje gehaald. En ik was op zoek naar nog een nieuw spijkerrokje. Want ik vind het altijd heel erg leuk op vakantie. Omdat er gewoon heel veel op kan en zo. Toen was ik bij Levi's. Want ik draag eigenlijk altijd broeken en zo van Levi's. Omdat die mij het beste zitten. Maar ik heb daar echt 6 rokjes aan gepast. En echt 3 korte broekjes. En het zat me allemaal voor geen meter. Toen kwam ik bij de Costco's en daar zag ik dit leuke rokje. En hij is dus gewoon lekker basic. Het is zo'n gestreept patroontje. En dan gewoon een spijkerrokje. En het chill is dus dat hier heel veel elastine in zit. Dus hij is echt lekker rekbaar en slijt mooi aan. Daar hou ik van. En hij was ook nog eens in de sale, dus dat is helemaal mooi meegenomen. Hij is namelijk afgeprijsd vanaf €39,95 voor €25. Dat is echt een top aankoop geweest. Voor de rest ben ik net even bezig geweest met wat kleren uitzoeken voor de nieuwe closet sale. Die ik waarschijnlijk volgende week ga doen. Dus als jullie deze vlog zien. Ja, ik doe het. Ja, als jullie deze vlog zien, is hij of net al geweest of net niet. Ik weet het nog niet. Of ik ga hem nou op maandag doen of dinsdag. En deze vlog komt dinsdag online. Dus ik weet het niet of hij dan al online is. Maar goed, ik heb er heel veel leuke items. Volg even mijn Instagram, zodat je de closet sales niet mist. Staat in de beschrijving. Voor nu ga ik zo meteen even editen, want ik moet morgen wat campagnes aanleveren. Dus dat ga ik nu allemaal even doen. Ook wilde ik nog even kwijt dat ik bezig ben met video's inplannen voor mijn vakantie. En aangezien ik volgende week op vakantie ga, wil ik misschien een kleding inpak video gaan maken. Dus een koffer inpak video dat ik jullie laat zien wat ik allemaal meeneem op vakantie. Maar vinden jullie dat leuk om te zien? Of hebben jullie zoiets van, nou weet je, dat hoeft niet.
Laat me even weten hier in de poll ergens. Die heb ik al als goeds al wat eerder in de video ingezet. Voor mensen die dan de video niet helemaal afkijken, die kunnen ook even stemmen. Dus klik ergens hier op het i'tje. Stem even op de poll of jullie dat willen of niet. Help je mij enorm mee. Bij deze wil ik ook de weekvlog afsluiten. Dus dankjewel allemaal weer voor het kijken naar deze weekvlog. En ik heb ontzettend veel zin, want over een week ben ik dus gewoon lekker in Frankrijk. En dan kan ik zulke leuke vakantievlogs maken. En dat zijn dus eigenlijk gewoon de weekvlogs. Heb ik heel veel zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. Vond je deze weekvlog nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!